Wat is LSCP en hoe pas ik dit toe op mijn NetKey-switch? Een reseller uit Maldegem was bezig met een LSCP-trunk tussen een Insight Managed Switch en een normale Managed Switch. En dit bracht hem op idee voor een NetKey tips en tricks video over LSCP. Zijns inziens een zinvol onderwerp voor een video, omdat er veel spraakverwarring is over dit onderwerp. En daar ben ik het natuurlijk mee eens. Overigens, ik ben Erik en leuk dat je kijkt naar deze aflevering van NetKey tips en tricks. In deze video een brede beeld over LSCP, aangevuld met praktijkvoorbeelden waarbij het voordeel van LSCP blijkt. Aangevuld met een korte demo laat ik je zien hoe je LSCP kunt instellen op verschillende NetKey switches en hoe je kan controleren of de instellingen juist zijn gedaan. LSCP staat voor Link Aggregation Control Protocol. LSCP biedt je de mogelijkheid om meerdere netwerkaansluitingen op je switch te bundelen en door te voeren richting een ander switch of netwerkapparaat welke ook LSCP ondersteunt. Met als doel het bieden van redundantie tussen de devices en het verbeteren van de snelheid tussen de twee netwerkdevices. Deze vorm van bundeling, oftewel aggregatie, bestaat intussen al behoorlijk lang en kent vele verschillende naamgevingen. Want in het begin van het IT-tijdperk vond de fabrikant het namelijk erg interessant om allerlei indrukwekkende marketingtermen te verzinnen om ervoor te zorgen dat de klant alleen koos voor de oplossing van het merk zelf. Maar LSCP is gewoon een standaard, bekend onder de naam IEEE 802.ax, voorheen 802.3 AD. Dus kom je kreten als linkbundeling, channelbonding, port trunking, linkbonding, Ethernet network nickbonding, multilink trunking, nick teaming, port channeling, port channel of LAG, oftewel link aggregation group tegen. Dan wordt in de praktijk veelal hetzelfde bedoeld, dus laat je beslist niet afschrikken. Er bestaan twee variaties van LAG, namelijk de static LAG en de dynamic LAG. Beide typen ondersteunen zowel redundantie als load balancing, maar wanneer kies je nu voor een van deze twee varianten? Hiervoor zal ik je eerst het verschil uitleggen. Bij static LAG denkt de switch altijd dat de gekozen poorten getrunkt zijn, ongeacht de poorten aan de andere kant wel of niet functioneren. Omdat deze verbinding niet gecontroleerd is, kan dit ertoe leiden dat er in sommige gevallen enige datapakketten verloren kunnen gaan. Bij Dynamic LAG is er controle over de beschikbaarheid van de trunkpoorten en zodoende zal de pakketsequence altijd over een beschikbare poort naar de andere switch gestuurd worden, waardoor er geen data over de LSCP-trunk verloren gaat. In principe heeft het de voorkeur om altijd een Dynamic LAG te configureren, tenzij het andere device wat je aan de andere kant gaat aansluiten alleen een Static LAG ondersteunt. Waarvoor zou een LSCP-trunk op een switch willen configureren? In het kort uitgelegd, voor performance en eventueel voor redundantie. Maar ik denk dat enige voorbeelden beter tot de verbeelding zullen spreken, dus laten we maar snel kijken naar het eerste voorbeeld. Hier zien we twee switches die met elkaar verbonden zijn door middel van één ethernetkabel. Omdat de gebruikte poorten van deze switches een waarde van 1 gigabit hebben, is de maximale onderlinge snelheid tussen deze switches 1 gigabit. Nu sluit ik op de bovenswitch een AV-decoder aan, welke een 4K-videosignaal comprimeert en digitaliseert naar een op IP gebaseerde stream met een bandbreedte van 0,8 gigabit per seconde. En op de onderswitch sluit ik een decoder aan, welke de IP-stream oppikt en omzet naar een analoge 4K-beeld richting de aangesloten monitor. Omdat de link tussen de switches 1 gigabit is en het AV over IP-signaal 0,8 gigabit, is de link tussen switches zwaar genoeg uitgerust voor deze toepassing. Hier zien we dezelfde situatie, maar op de rechter switch voegen we een extra decoder en een monitor toe. Hierbij veranderen we niets aan de ethernet-aansluiting tussen de twee switches. En hier zien we gelijk het voordeel van een multicast signaal, want een multicast signaal valt onder de categorie broadcast signalen. Een broadcast kan je vergelijken met een radiosignaal van een zender. Je hebt één antenne met één signaal en met meerdere radio's stem je op dit signaal af. Ook in dit voorbeeld wordt dit signaal slechts eenmaal uitgezonden en niet tweemaal, omdat er toevallig twee decoders op de stream zijn afgestemd. In IP-begrippen noem je dit overigens IGMP multicast. Het signaal in dit voorbeeld gaat dus maar één keer over de kabel tussen switches en zodoende is de link nog steeds opgewassen tegen dit worst-case scenario. Gaan we ons netwerk uitbreiden met een extra bron. Ik sluit op de linker switch een tweede encoder aan, met erop ook weer een beeldsignaal van 0,8 gigabit per seconde. Maar als ik dit signaal op de tweede monitor van de rechter switch wil zetten, dan ontstaat er een probleem. Namelijk, de som van de AV-stream is 1,6 gigabit per seconde, Dus er is geen bandbreedte genoeg om de signalen op de andere switch te krijgen. Sluit je een tweede kabel aan, dan ontstaat er een loop en daar kan Ethernet niet tegen. Zodoende zal de switch de poorten die dit probleem veroorzaken uitschakelen. Overigens, in een later Netgear Tips en Tricks video zal ik dieper ingaan op dit onderwerp. Om deze kortsluiting te voorkomen, stel je voor dat je een tweede kabel aansluit, de door de pijlen aangewezen poorten eerst moeten configureren voor LSCP. Als je dit goed ingesteld hebt, dan kan je de tweede kabel aansluiten en dan heb je een verbinding van 2x1 gigabit. Zetten we naar deze aanpassing beide streams weer aan, dan is er voldoende bandbreedte om het geheel fatsoenlijk te laten functioneren. Uiteraard kunnen we LSCP inzetten in nog meer situaties, dus snel naar een volgende voorbeeld. Het vorige voorbeeld was een typische AV over IP streamingomgeving. Een ander mooi voorbeeld uit de praktijk is een mix van switches, servers en storage, zoals in dit voorbeeld. Want ook in een ICT-omgeving wordt LSCP veelvuldig toegepast. Bij een server, voor de kijkers rechts, zien we standaard minimaal 2 netwerkaansluitingen. De fabrikant levert deze configuratie op deze manier uit in verband met redundantie en performance. Omdat het LSCP-protocol in de industrie standaard is, kan je mits LSCP goed geconfigureerd is, deze server met 2 netwerkkabels op 1 switch aansluiten. Dit geldt overigens ook voor deze storage server. Deze kan ook op een gelijke manier door middel van LSCP op een netwerkswitch worden aangesloten. Het punt van aandacht hierbij zijn de LSCP-hash-load balancing modus, zowel op de server of op de NAS als op de switch. Deze moeten op gelijke waarde worden ingesteld, anders gaat LSCP niet werken. Maar wat is de functie van deze hash-load balancing modus? Met LSCP load balancing is het mogelijk om ethernetpakketten evenwichtig te verdelen over de gebruikte kabels van de LAC. En hier zien we de 6 LSCP hash load balancing modus die je hiervoor kunt toepassen. Omdat het netwerkverkeer niet in elke omgeving gelijk is, zijn er verschillende hash load balancing modus. Op deze manier kun je voor elke situatie de LSCP-trunk zo efficiënt mogelijk instellen. Want afhankelijk van de applicatie kan het voorkomen dat de ene hash gunstiger presteert dan de andere hash. In de praktijk kan je afhankelijk van het type netwerkverkeer rekenen op een snelheidsverbetering van ongeveer tussen de 70% en 90%. De hier afgebeelde load balancing hashes zijn op te splitsen in 2 categorieën. De bovenste 3 zijn op laag 2 van het OSI-model, dus op basis van MAC-adressen. De onderste 3 zijn op basis van TCP/UDP, dus op laag 3 van het OSI-model. En deze optie staat standaard ingesteld op de meeste van onze switches. In de praktijk adviseer ik in eerste instantie om tussen onze switches van deze hash-modus gebruik te maken. Werkt dit niet vlot genoeg, dan kan je altijd nog overgaan op een andere hash. Zo, dan hebben we nu denk ik wel genoeg theorie gehad om over te gaan op het demonstreren van hoe je instellingen kunt doen op onze switches. Maar zul je denken, volgens mij heb je nog niet alles uitgelegd. En dat klopt. Op de randvoorwaarden van LSCP kom ik nog terug op het eind van deze video. Want eerst ga ik je laten zien hoe je LSCP instelt bij een Insight Managed omgeving, gevolgd met de methode om 2 smart switches te koppelen met LSCP en tenslotte hoe een M4250 AV-switch kan koppelen met LSCP. Dus laten we gezien de tijd maar snel gaan beginnen. Laten we eerst eens even kijken hoe we binnen Insight een LSCP-trunk kunnen maken tussen 2 switches. Hiervoor ga ik naar Wired. Vervolgens ga ik naar Settings en naar LAC. Hier heb je wat extra beschrijving. Ik klap het weer in. Met een plus kan ik een LAC toevoegen. Nu ga ik eerst de switches kiezen die ik voor de LAC wil gaan gebruiken. Ik heb hier nog een GC110P. Heb ik ook nog een GC110TUP. Die klik ik ook even aan en dan klik ik op Next. Ik geef de LAC een naam. Hoe origineel, LAC demo. Enable laat ik aanstaan. Ik wil geen static LAC. Ik wil een dynamische LAC, oftewel LSCP. En ik laat het VLAN gewoon op VLAN 1 staan. Dan druk ik Save en Continue. Nu mag ik de poorten kiezen. Op mijn GC110P kies ik de poorten 8 en 7. En op de GS110P kies ik ook de poorten 8 en 7. Dat zijn toevallig de poorten die ik nog vrij heb. En de rest zijn fiberpoorten. En ik heb geen fibermodules voorhanden momenteel, dus ik klik even op Save. Ik wacht even tot het scherm weer tevoorschijn komt. En het enige wat ik nu nog eigenlijk moet doen, dat is de poorten omsteken of de kabels aansluiten. Dus dat ga ik nu even doen. Dus een momentje geduld. Ik ben inmiddels weer terug. De ledjes knipperen netjes, dus ik ga nu eventjes kijken binnen Inside of de lek goed werkt. Ik ga naar Devices. Ik kijk eerst eventjes naar de G110 PUP. Edit. Die zie ik eigenlijk al in de summary dat mijn lek aangesloten is. Poorten zijn keurig netjes blauw. Dat draait goed. Ga ik even terug. Weer naar de andere switch. Dan zeg ik ook devices. En dan gaan we naar de PC110TP. Ik klik hier even op edit. En ik zie de poorten dat ze connected zijn. Ik wacht even tot het scherm weer tevoorschijn komt. En nu zie ik dat ik uiteindelijk de 4 poorten netjes geconfigureerd heb. Ik ga je nu laten zien hoe je LSP op 2 smart switches kan configureren. Om LSP in te stellen moet je naar switching, moet je naar lag en op dat moment kun je een lag configuration aanmaken. Je kan hier al gelijk op channel 1 drukken, op dat moment krijg je een overzicht van de 2 poorten, maar dat kun je ook doen met dit minuutje membership. Ik wil poort 7 en 8 gaan gebruiken voor LSP, dus dat vink ik aan. Ik kan eventueel de lag ook een mooie naam geven. Dan zeg ik eventjes een mooi lag demo. Apply. Ga ik terug naar de lag configuration. Dus ik hier keurig netjes de naam lag demo verschijnen. En ik kan dan wat extra dingen instellen. Ik klik hier op LSP. De spanning tree mode zet ik voor de zekerheid ook nog even aan. Op enable. En klik apply. Ik doe dezelfde instellingen even op de andere switch. Ga naar de volgende tab. Ga hier weer naar switching. Ik ga naar lag. Lag membership. Geef lag even de naam. Lag demo. En ik vink de poorten 7 en 8 aan. En ik druk op apply. Ga ik weer terug naar lag configuration. Hier passen we de lag demo nog even aan. We willen naar de LACP, Dynamic. Linktrap staat op enable, STP mode staat op standaard op enable bij deze switch. En we zetten hem even terug op hetzelfde dialect als de andere switch. Ik zeg apply. En vervolgens kan ik mijn bekabeling gaan controleren. Eén moment geduld. Kijken we even op de andere switch. Dan zien we inmiddels dat de link ook up is. En hier is die ook up. Dus dat is verder prima in orde zo. En tenslotte wil ik je ook nog even laten zien hoe eenvoudig het is om een LSP-trunk te maken op een M4250. Ik log hierin op de AV-interface. Nog in een admin. Wachtwoord. En vervolgens ben ik hier keurig netjes op de switch. Ga ik naar link aggregation. Dan zie ik hier dat autolag actief is. Op een layer 2 hash. Vervolgens kijk ik ook nog even op de andere switch. Bij de link aggregation. En dan zie je ook dat autolag actief is. Default uit de doos is autolag enabled. Dus zet je de switch neer, sluit je dubbel kabels aan, dan wordt automatisch een lek geconfigureerd. Eenvoudiger kan het eigenlijk niet. Bij deze resume eerst even een paar belangrijke opmerkingen. Het eerste punt van aandacht is dat alle poorten binnen de lek van dezelfde snelheid dienen te zijn. Je mag bijvoorbeeld geen lek configureren bestaande de mix van 10 en 1 gigabit poorten. Een mix van fiber en koperpoorten met dezelfde snelheid mag uiteraard wel. Misschien is het tijdens het kijken van deze video al opgevallen dat ik nergens een opgetelde snelheid heb gebruikt. Ik heb bewust gesproken over een snelheid van bijvoorbeeld 2x1 gigabit en niet over de opgestelde snelheid van 2 gigabit. Om dit uit te leggen zal ik de situatie even schetsen. Stel, je bent NAS en je wil deze aansluiten op een switch. In dit voorbeeld hebben alle aansluitingen van zowel de NAS als de switch een snelheid van 1 gigabit. Omdat zowel de NAS als de switch ondersteuning hebben van LSP, kan je de NAS aansluiten met 2 ethernetkabels. De bruto snelheid tussen de NAS en de switch wordt hierdoor 2 gigabit. Vervolgens sluiten we op de switch ook een werkstation aan en gaan we de vormingstest doen tussen de NAS en de PC. En dan nu de vraag, wat wordt nu de maximale snelheid tussen de PC en de NAS? Ja, deze gaat in dit voorbeeld niet sneller worden dan 1 gigabit per seconde. Eens? En waarom? Een Ethernet packet sequence loopt altijd slechts over één kabel van de trunk. Dus de snelheid wordt in deze situatie nooit hoger dan 1 gigabit per seconde. Als je bijvoorbeeld een tweede netwerkadapter in de PC installeert en door middel van LSP aansluit. Dan kan je namelijk wel de volledige snelheid tussen de NAS en de PC benutten, omdat zowel de NAS als de PC dan van LSP loopbalancing gebruik maken. Schaam je zeker niet als je op mijn vraag 2 gigabit hebt beantwoord, want bij mijn klassikale trainingen heeft een redelijke meerderheid in eerste instantie hetzelfde antwoord gegeven. Uiteindelijk is naast redundantie het grootste voordeel van LSP de load balancing, zodat als je meerdere PC's aansluit, deze met z'n allen profiteren van de verbeterde snelheid tussen de NAS en de switch. Ik noemde het al eerder, maar ik wil het nogmaals benadrukken. Kies indien mogelijk voor een dynamic lag, oftewel LSP, in verband met de betere controle van de aanwezigheid van de aansluitingen binnen de trunk. Gebruik alleen een static lag als het device wat je aan gaat sluiten geen LSP ondersteunt. Controleer altijd of de hashes aan beide kanten van de trunk op dezelfde waarde zijn ingesteld. En kies voor de zekerheid de optie spanning tree als je de basis ingestelde static lag aanpast naar een dynamic lag, zoals aangegeven in het komende voorbeeld. Tot slot, als je bijvoorbeeld een LSP-trunk op een fully managed switch of een smart switch met een inside managed switch wilt koppelen, dan heb ik de volgende tips. Voor de inside switch kan je LSP op dezelfde wijze configureren als die van zojuist. In plaats van 2 switches kies je dan alleen voor de switch welke je voor deze koppeling wilt gaan gebruiken. De smart of de managed switch kan je dan als volgt instellen. Hash mode op type 3, source destination MAC, VLAN E-type, incoming port. STP mode op enable, link trap op enable, lag type op LSP. En heb je nog vragen over Netgear? Dan zie je hier een overzicht van de contactmogelijkheden. Uiteraard kun je voor Netgear gerelateerde pre-salesvragen bij mij terecht. Stuur me gerust een e-mail. We zien je vragen graag tegemoet. Hiermee zijn we weer aan het eind gekomen van deze aflevering, maar mijn werk hier is nog verre van compleet. Dus hou ook zeker innovatie.netgear.nl in de gaten voor nog meer nieuws. Heb je suggesties voor nieuwe blog, vlog of webinars? Laat me gerust weten. Met deze input gaan we weer aan de slag voor nieuwe op jou gerichte content. Heb je wat aan deze video gehad? Druk dan zeker even op de like-button. Abonneren mag natuurlijk ook. En klik dan ook nog even op de bel. Dan weet je precies wanneer we weer een nieuwe video hebben gepost. Bedankt voor je interesse en tot de volgende week.